vraag zullen beantwoorden wat de transitie is. Dank u wel voor de vraag. Voor de eerste kan ik direct op ingaan. Ik heb dus een overzicht gegeven van de verschillende gespreksmomenten met in dit geval de agent van de staat, waarbij we konden bevestigen dat er nog geen ontwikkelingsfonds was ingesteld. Dat was in 2022. Anno 2024 mag ik aangeven dat er wel een stap is gezet en dat willen wij ook erkennen. Maar alleen hebben we gemerkt dat men dus in tranches zo'n ontwikkelingsfonds aan het opzetten is. En er is wel een eerste tranche al overgemaakt, gestort. En dat is het bedrag van 1 miljoen SRD. Ja. Dus het is een fonds dat moet bestaan uit 1 miljoen US dollars. Maar voor dit moment heeft de regering haar eerste tranche overgemaakt. Namelijk SRD in 1 miljoen. En de volgende vraag, waar u dus aangaf als de FITS haar vertrouwen nog heeft in dialoog, want daar gaat het om. Wij zeggen, we willen keiharde resultaten zien, we willen acties zien die resultaten opleveren. We hebben bij het gesprek met de agent van de staat aangegeven dat wij een beroep mogen doen op het OAS wanneer wij praten over de uitvoering van het vonnis. En bij deze is de regering ook een verantwoordelijke om ervoor te zorgen dat werkelijk uitvoering wordt gegeven aan zo'n vonnis. Wij hebben de agent van de staat gevraagd om via de regering een uitnodiging te richten naar de OAS, dat er ook een vertegenwoordiger is om te bemiddelen met partijen. Dus wat wij juist vragen is dat de dialoog wel wordt voortgezet, maar dat we tenminste wat betreft de uitvoering van de Kalinya en Lekone vonnis ook de OAS erbij hebben. Dank u. Dat is in 2015. In 2015. Klopt. In 2024. Mm-hmm. En in al die 7 jaar is er helemaal of vrij weinig gedaan. Klopt. En hoe komt dat? U heeft vaker op aan de bel getrokken. U heeft vaker gezegd van joh, dat kan niet. Mm-hmm. Mocht wel weten waarom het zo lang heeft geduurd. Ja, dus inderdaad, de FITS heeft van haar zijde, en dat zijn dus alle dorpshoofden en ook het bestuur van de FITS, zoveel keren aan de bel getrokken. Recentelijk zijn we dus ook geweest naar Washington DC en daar kijk ik gelijk naar kapitein Sullivan. Hij is ook uit het beneden Marowijnen gebied en bestuurslid binnen de FITS. Dus ook op uitnodiging van de OAS zijn wij dus geweest naar die hering om aan te geven dat de situatie niet veel is veranderd. En de staat heeft dat erkend. Via de agent van de staat is aangegeven dat er inderdaad weinig progressie is gemaakt. Maar sinds 2021 is aangegeven dat het wel op de agenda is van de regering. Maar desondanks moeten wij inderdaad concluderen dat er bitter weinig is gedaan.
En wat de redenen zijn, wat wij gisteren hebben gehoord, bijvoorbeeld als het gaat om de conceptwet collectieve rechten, is dat de politiek zichzelf moet vinden. Tenminste de regerende partijen. Dus dat is wat helder en duidelijk naar ons is aangegeven. En natuurlijk zeggen wij, ze geven ook aan, de samenleving moet erachter staan. En wij geloven erin dat de samenleving wel erachter staat. Wanneer u onze mediaberichten volgt, wanneer we uitnodigingen sturen, dan zien we een volle bak van de media hier aanwezig. En we zien ook bij de commentaren die we uit de samenleving ontvangen, dat zij ook staan achter een rechtvaardige oplossing in onze situatie als inheemse volken in Suriname. Dus waaraan moeten we nog twijfelen? Ligt ons lot in handen van een paar politici? Dat is onze kritische vraag. Ja, en u heeft aangegeven, dus er wordt zo vaak over gesproken. De regering geeft aan, ja, we gaan er wat mee doen. Vooralsnog lijkt het erop dat het niet zo gebeurt. Dat ze zeggen van, de samenleving moet erachter staan. Hoe willen ze dat doen dan? Wordt er een referendum gehouden om de samenleving te vragen wat hun mening is? Hoe gaan ze dat controleren dan? Wel, als ik even daarop door mag gaan, er is aangegeven dat er weer consultaties zullen plaatsvinden wat betreft de conceptwet dat bij het parlement nog ingediend moet worden. Want er komen wijzigingen, hebben ze ons aangegeven. En het traject zoals zij dat hebben voorgeschreven gisteren aan ons, is dat ze, zodra ze de wijzigingen hebben ontvangen, zullen ze weer consultaties houden met stakeholders. En wij hebben natuurlijk gevraagd, in het proces van de wijzigingen worden FITS ook betrokken, worden de gemeenschappen ook gehoord. En men geeft aan, ja, natuurlijk zullen de stakeholders ook gehoord worden. Dus we hebben dit jaar in jaar uit gehoord en er komt maar geen verandering. En daarom zitten we vandaag hier aan tafel, omdat we de totale samenleving willen informeren in welke situatie we zijn. U hoort soms ook in de samenleving, de FITS is stil, we zien niets, geen beweging, er komt geen drukking. Dat is niet zo. De FITS gelooft in dialoog. De FITS gelooft in goede relatie en verhouding te zijn met de staat. En wij hebben op onze manier iedere keer weer erop aangedrongen dat we aan tafel gaan. Maar we merken iedere keer dat dat niet tot de nodige resultaten leidt. Dus de volgende stap gaat nu zijn OAS, We gaan in dialoog blijven, maar zeker ook de pad van de OAS en andere instanties zullen wij ook blijven bewandelen, want we zijn al op die pad. Ik wil misschien ook nog een goede uitleg geven aan wat wij bedoelen met goede resultaten. Ook in het vonnis is voorzien dat terwijl de wettelijke regelingen nog moeten plaatsvinden, dat er alvast beschermende maatregelen worden genomen. En wanneer wij daarop aandringen, dan merken we dat er toch geen actie wordt ondernomen. En we hebben het ook onderstreept gisteren. We willen geen herhaling van 2 mei 2023. Dat willen we absoluut niet. En daarom dringen we erop aan dat de regering van haar zijde, dat de verantwoordelijke ministeries van hun zijde, werkelijk doen waarvoor ze daar zijn. Ze zijn er niet alleen voor de mensen in de stad, maar die indruk krijgen wij. Want als we kijken naar wat de dorpen allemaal vragen, is niet veel, is een stukje rechtszekerheid. Een stukje zekerheid dat we nog een toekomst hebben in onze leefgebieden. En dat ontberen wij nog steeds. Als ze ons niet begrijpen hoe we dat uitleggen, dan wil ik dat aan een ieder doen. Een hele grote oproep aan een ieder. We nodigen iedereen uit die tot nu toe geen geloof heeft in de discriminatie die wij ondervinden, dag en nacht. Komt u naar onze gebieden. Komt u naar onze dorpsgemeenschappen. Vanaf het moment dat u in een bus stapt of in de auto stapt of een boot moet pakken of de vliegtuig, dan zult u ervaren wat wij meemaken. Dan zult u ervaren wat onze kinderen meemaken. We hebben bijna geen kans op ontwikkeling. Inheemse volken hebben ook recht op ontwikkeling. Waarom wordt het ons nog onthouden? De tijd is nu aangebroken. Dat er een actie moet, een beweging moet komen. En we kijken naar de brede samenleving. Want het is niet alleen een rechtvaardige strijd voor de inheemse. Het is voor de Surinaamse natie. Als u het vonnis nagaat, zul u zelf lezen. Het is niet alleen gefocust op de inheemse en de tribale. De Surinaamse staat heeft iets goed te maken met dit deel van haar bevolking. En als dat puzzelstukje goed is geregeld, dan zullen we zelf zien hoe mooi dat plaatje zal zijn voor Suriname.
Want wat zal dat dan betekenen? De vele onzekerheden die ondernemers nu ondervinden wanneer ze willen investeren. Maar een concreet voorbeeld. Men weigert gewoon om bepaalde deals te gaan of bepaalde projecten te ondersteunen. Omdat ze geen zekerheid hebben wat gaat met hun investering gebeuren. Hoeveel garanties zijn er dat er werkelijk geïnvesteerd zal worden? Of de fondsen die zij willen vrijmaken, dat dat werkelijk de juiste doeleinden zal bereiken. Die zekerheden zijn er niet. Ik wil vragen dat als we dan verder deze persmeeting gaan voeren, dat we ook heel graag de dorpshoofden zelf aan het woord kunnen stellen. Want uiteindelijk gaat het om deze leiders die verantwoordelijkheden dragen voor hun gemeenschappen. En zij kunnen het beste verwoorden de discriminatie, de uitdagingen waarmee wij te kampen hebben. En we doen een beroep op de hele samenleving. Om gewoon eerlijk te zijn naar uzelf. En ook aan te geven en ook zichtbaar aan te geven. Als we eens zijn met deze onrechtvaardigheid dat nog steeds gecontinueerd wordt. Wie krijgt het woord? Er is een bekende gezegde die luidt, als je steeds hetzelfde blijft doen, zal je hetzelfde resultaat blijven krijgen. Ik vind het dus een beetje opmerkelijk, dat u zelf zegt dat u geen vertrouwen meer hebt in dialoog. Maar als u toch nog door wilt gaan met dialoog, als u door blijft gaan met dialoog, vrees ik dat het resultaat hetzelfde blijft zoals het is. Waarom blijft u toch doorgaan met dialoog? En u roept nu de samenleving op. Ik word herinnerd dat we inderdaad tijdens een van onze ontmoetingen ook met de regering hebben we dus inderdaad aangegeven dat we graag nog willen praten met elkaar. Waarom? We zien dat als een manier om de issues waarmee wij te kampen hebben, want die zijn er in grote getallen. Maar je moet altijd een opening hebben om met elkaar te kunnen praten. En we hebben ook recentelijk kenbaar gemaakt dat we alleen voort willen gaan als de beschermende maatregelen daadwerkelijk ook worden genomen. En we hebben bij het gesprek gisteren met de voorzitter van de DNA en ook met de minister van GBB, hebben we dus uiteindelijk kunnen regelen dat er wel een persoonlijke gesprek en onderhoud verder zal zijn met de minister, precies over deze beschermende maatregelen. Dus als wij beslissen dat we niet verder gaan praten, dan sluiten we onszelf af. En we zijn een deel van de Surinaamse samenleving. Ook de staat heeft haar verantwoordelijkheden nog over de inheemse gemeenschappen. En wij gaan blijven hameren op die verantwoordelijkheden van de staat. En net wat u zei, we hebben ook andere wegen die wij bewandelen. En vandaar dat u ook de advocaten hier ziet aan onze zijde, dat we ook juridische stappen ondernemen. Dus het is niet alleen een dialoog op zich, maar we hebben ook voorwaarden gesteld. En één daarvan is concreet, dat er daadwerkelijke beschermende maatregelen worden genomen. En het is niet makkelijk, u geeft dat zelf aan. Wij zeggen ook, we hebben geen vertrouwen erin. Vandaar dat we ook een beroep doen om derden erbij te halen, die dan het proces gaat helpen begeleiden. Maar het is ook een verantwoordelijkheid van de staat om dat kenbaar te maken. Dus wij willen nu heel graag zien als de staat bereid is om werkelijk die hulp ook in te roepen. De mensen in de dorpen die denken daar anders over. Ik was laatst nog in Tikkensaar en de mensen daar zijn ontevreden. Ook in verschillende andere dorpen. Praat ik met de
op en hoe lang gaat dit nog door? Dat is een concrete vraag. Klopt. Ik heb gesproken, misschien wil een van de bestuursleden het woord voeren hierover. Ja, maar. Oké, kapitein. Nou, wat ik hiervan kan zeggen, is dat we teruggaan, omdat het een persconferentie is waarbij we de samenleving op de hoogte stellen. Ook de dorpen volgen het nu. Dus we gaan terug naar onze gemeenschappen, omdat we hun vertegenwoordigen, de dorpen. Aan de hand van wat zij bepalen, dan gaan we verder. Maar ik hoop dat hiermee onze stem gehoord is. Die rust is er altijd. De overheid, daarom heb ik eerder aangegeven dat we zijn komen praten. Na een hele poos stilte zijn gebleven, zijn we komen praten met de totale samenleving, ook de inheemse. Toch? Die rust is er altijd geweest. Onze laatste gesprek met de overheid was op 16 juni 2023. Tussen toen en vandaag kan er ook heel veel gebeuren, maar die rust is er altijd gebleven. Wij als dorpshoofden zorgen voor die rust, de orde en de rust in de gemeenschappen. Dat gaat er altijd blijven. Maar de overheid, als ze niet luisteren, dan natuurlijk gaat de gemeenschap bepalen met die druk die er is, wat er zal gebeuren. Wat betreft het fonds, ik weet niet als kapitein Sullewin daarop zou willen ingaan. Concreet is de vraag, wie beheert de fonds en wat is de bestemming? Welke doeleinden? Hoe zal deze fonds besteed worden? Tenminste de eerste tranche. Ja. Maar misschien moet hij hier komen, want er zijn hier de fonds. Ik heb Sullewin. Ja. Oké. Dankjewel pers dat ook aan de jaar gezamenlijk met tak Surinaams. Omdat u zelf zei, omdat het achterland voor deze maf wie
Musabi Okto Nono Saipsa. En het achterland, normaal, volgt de talen ook, zoals like Nederlands en ook andere talen. Daar we tak Surinaams, maar we verstaan me bon, dat de tori voor uno is takijan uno. En mevrouw actie over Afons beheren. Eigenlijk, 1 miljoen SRD zou elkaar dappen. Nou, over 8 dorpen, gedeeld door 8, terrein even gimme. Dat om een wat dorp ook is. Dat bedoel ik, een vraag voor alle de IT dorpen naar beneden maar rovena. Dat bijna de dorp nog bij de inschba. Dat is een lantje en de uno. Lantje en hoor uno voor de gek eten, als toen. Dus dat bij de waar in vergadering. Dus, a 1 miljoen SRD, zal land die start, dat om een voorwaarde de man poti eten. Terwijl, hoe heb je recht op een manier dat die, voor lukken per dorp, zijn de noodzaak. Wat die begin luk de score, die begin luk de poli, dressino de. Dus, voor te jelibi in Paramaribo, daar heb je een hertra idee dan te jo goeina binnenland. Dus vanwege dat u taki kijk, voor beheren moet niet zien, eigenlijk lantino moest tak voorugi uno. Omdat die, u heb je recht op een moment dat die, en nog erbij 1 miljoen SRD, dat oting arrestant ostort. Utakilas, dat wordt de Gwelibera, de Lantisa behandel Unuso. En eigenlijk, uno de instangas aan dat die schrift, dus usa u meko programma ba, sao dunanga asani, dus Lantino musko jugu uno moro in de sak voor uno leki in Himsen, want anomo is schrift, wat temit takja, kota kinso moro grofu, da. Oyere na berichta ki de ingi de ontevreden. Natuurlijk. Te u abrechta pwansani da duenboon meki u kan de tevreden ook toe wat unu nasrana man toe. Dus dan ga disi en amofrou aksi suma obeheer asani per dorp. Klaar. Dat na abestuur sa draai a dorp nono adem wanat obeheeren. So logisch asande. De stad zover. Oké. Ik wil inderdaad die verduidelijking wat toevoegen. Inderdaad, hebben de 8 dorpen in beneden Marowijnen in de afgelopen periode onderling vergaderd om een goede beheerstructuur van dit fonds, voor dit fonds op te zetten. Dus dat is waar het dorpshoofd ook over heeft gesproken, dat er onderlinge communicatie daarover is geweest. En wat betreft de bestemming voor de middelen, het fonds. Op dit moment zijn ze dus nog bezig om hun programma zelf op te stellen. En wat belangrijk is natuurlijk de capaciteitversterking om zo'n fonds te kunnen beheren. Dus dat is zeker een onderwerp dat aandacht krijgt binnen dit proces. Zodat de dorpen zelf in staat kunnen zijn om zo'n fonds te kunnen beheren en natuurlijk te kunnen monitoren. Ja. U had nog een andere vraag, geloof ik. Dat had te maken meer met ons recht op free, prior and informed consent. Wat wil zeggen dat gemeenschappen het recht behouden om volledig geïnformeerd te worden alvorens zij toestemming verlenen voor een project of een andere activiteit die van invloed kan zijn op onze gemeenschappen. Dit recht is niet een recht dat we vragen. Volgens onze mensenrechten is het al een feit dat inheemse volken daarover beschikken. Wat wij in Suriname nog ontbreken is de wettelijke juridische effectuering hiervan. En u heeft gelijk, dit recht is ook opgenomen in de conceptwet collectieve rechten inheemse volken en tribale volken. En tot op dit moment hebben wij dus daarom vanuit de FITS ook aangegeven dat de conceptwet zoals ingediend in juni 2021, dat wij tenminste daarachter staan.
Daarin is voor ons de minimale standaarden zoals dat internationaal voor inheemse rechten gelden, opgenomen. De wijzigingen die we toen in januari 2022 hebben gezien, daarop hebben we al onze kritiek geleverd. Daar hebben we al gezien dat dat de wet voor ons, bescherming van onze rechten, verzwakt. Ik hoop dat we antwoord hebben kunnen geven op de vraag wat betreft FPIC. Belangrijker dat het een onderdeel is van het vonnis van de Kalinia en Lekonde vonnis. Dus die zou dus ook opgenomen moeten worden in zo'n wetgevingsproduct. Ja, als jurist kan ik het niet nalaten om toch nog een aanvulling te plegen op die vraag over FPIC. Want ik geloof dat zo'n beetje de essentie was of de FITS daarover wil onderhandelen. Dus concessies wil doen. Ik denk niet dat daarover concessies gedaan kunnen worden. FPIC is juist bedoeld als een waarborg voor de bescherming van de belangen van de inheemse en tribale gemeenschappen in hun gebied. Ze kunnen alleen maar toestemming geven als ze goed geïnformeerd zijn over wat er precies daar gaat gebeuren. Alleen op basis van die correcte, die juiste informatie kun je zeggen ja of nee. Dat is die waarborg die in die FPIC zit opgenomen. Dus ik denk niet dat dat een issue moet zijn om over te gaan onderhandelen. Dit is gewoon een voorwaarde. Ook omdat het gaat om een collectief recht. Het gaat niet om een individu, maar het gaat om gemeenschappen. Dus de gemeenschappen moeten gezamenlijk toestemming kunnen verlenen. Dus de gemeenschap als totaliteit, als collectief, moet toestemming kunnen geven. De vraag die gericht was aan mij over dat forensisch onderzoek, of we nog gaan eisen om een onafhankelijk onderzoek te doen. Toen wij hadden gevraagd om dat onafhankelijk onderzoek, was ons gerapporteerd door, of tenminste was de reactie van het Openbaar Ministerie, de procureur-generaal, dat ze dat niet zouden kunnen doen, omdat er geen forensische deskundigen in Suriname zijn. Wij hebben toen op eigen initiatief geschreven naar de Nederlandse ambassade, om te vragen of er een beroep gedaan zou kunnen worden op het rechtshulpverdrag. Er is een rechtshulpverdrag tussen Suriname en Nederland. En als Suriname vaststelt dat ze die expertise en die middelen niet hebben, kunnen ze dus een verzoek doen. En daarop is geantwoord dus dat het wel kan. Maar het is dus aan de Surinaamse autoriteiten in deze, onder andere de procureur-generaal, om dat verzoek te doen. Tenminste, er is een procedure volgens welke ze dat verzoek zouden moeten doen. Dus dat hebben we toen ook terug gerapporteerd. En aan ons is gezegd van, als jullie dat willen, dan moeten jullie die kosten zelf dekken. En u begrijpt zelf dat we die kosten niet op ons kunnen nemen. Wat blijft over? Wij hebben gelukkig in dit forensisch onderzoek heeft de arts, de patholoog, anatoom, een professioneel, objectief en eerlijke toelichting gegeven op wat daar is gebeurd. En zoals ik al eerder heb aangegeven, de conclusie die wij als juridisch team trekken, is dat dit rapport, die ene toelichting in dat hele forensisch dossier, voor ons twee dingen blootlegt. Eerste is hoe de mannen aan het einde van hun leven zijn gekomen. En ten tweede dat er valse verklaringen zijn opgemaakt door instanties in het strafdossier. En daarmee denk ik kunnen we wel een heel eind verder. Zowel in die civiele vorderingen waar we de staat aansprakelijk hebben gesteld voor de dood. En al dat lichamelijk letsel van die vier mannen dus die ik heb aangegeven. De twee die het hebben overleefd en de twee die het niet hebben overleefd. Dat er een schadevergoeding wordt uitbetaald aan deze mannen. En natuurlijk ook hun familieleden, hun directe familieleden. Mm-hmm. Ik denk dat ik daarmee die vraag mm-hmm. wel heb beantwoord. Stefan, ik heb een vraag.
launch van Suriname hebben. Ik wil het nog even hebben over FPIC. Hoe iedereen bij FPIC belangrijk is dat elk dorp eigenlijk eigen FPIC. Wat een FPIC is voor Boa Kaisers, het is zelf de Asse FPIC van een Kassibora. It's very unique tot elk dorp. Ik vraag me af wat de rol van FITS is om zeg maar de dorp te helpen om FPIC te ontwikkelen. En als je in 53 in deze dorp moet, hoeveel van deze dorpen hebben alle eigen FPIC? En is er een tijdlijn doorgezet om te geraken tot FPIC voor alle dorpen? Dank u wel voor je vraag. En inderdaad, het is ook een heel belangrijk deel van het werk van de FITS om heel veel vast te leggen als we praten over de verschillende rechten waar de collectieve gemeenschappen daar aanspraak op maken. En wat betreft free, prior and informed consent hebben wij al een hele poos, al enkele jaren zijn we bezig. Binnen de FITS werken we met 6 regio's. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En we hebben dus binnen de afgelopen periode hebben wij samen met de regio-leiders of de dorpshoofden zijn er dus protocollen op papier vastgesteld, FPIC-protocollen. En de bedoeling is dat deze regionale protocollen dat de individuele dorpen ook begeleiding zullen krijgen om dat verder voor hunzelf te kunnen uitwerken. Dus om heel kort antwoord op uw vraag te geven, de FITS is bezig. We zijn zo ver gekomen dat we inmiddels regionale protocollen hebben. En de bedoeling is natuurlijk dat de dorpen zelf ook individueel hun specifieke zaken ook opnemen in zo'n protocol. En dat is ook weer een ander proces, maar de FITS is nog voortdurend daarmee bezig. En een andere vraag, u hebt het ook gehad eerder in de bedoel over het feit dat u in deze vorm en in de kwestie koolstofrit, als we de mensen mogen geloven, dan zou Suriname nog van het jaar koolstofrit vervoeren. En dat willen ze doen onder artikel 6 van het Parijsakkoord. Van het Parijsakkoord praat u van beneficiëren, dat een deel van de inkomsten wil opnemen met het gemeenschap. In hoeverre is de FITS betrokken geweest bij de consultaties in het proces van de koolstofrit? Want als ik het goed heb, forgive me if I'm wrong, heb ik de FITS niet echt gehoord in die kwestie. En is er voor de FITS duidelijk mee wat het percentage is, dat zou terugkomen, dus het percentage voor beneficiëren. Ja, ik wil heel kort daarop zijn, want zolang onze grondrechten niet bij wet zijn erkend, kunnen we geen sterke onderhandeling doen over dit soort ontwikkelingen. Dus wij blijven erop hameren, we willen eerst onze recht op onze collectieve gronden zeker stellen, voordat we over andere ontwikkelingen gaan praten. Maar in de tussentijd gaat het werk ook wel door. Dus als u zegt, u gaat u onder andere laten, heeft de regering dan de gelegenheid om te bepalen wat ze willen doen zonder de FITS daarmee te horen? En dat is nu de reden waarom wij hier nu aan tafel zitten. Want inderdaad, de regering gaat nog steeds door met haar activiteiten. Maar dat wil niet zeggen dat de FITS stil blijft zitten. Vandaar dat er ook een aantal brieven, soms ook protestacties plaatsvinden, omdat we dat niet willen accepteren. En ik geloof wel dat we ons huiswerk, de staat Suriname, moet haar huiswerk kunnen maken. En wij zijn niet in staat als gemeenschap om te gaan praten over koolstofkredieten, als wij zelf nog niet eens weten waar, hoe de gebieden op dit moment bij wet zijn erkend. Het is er gewoonweg niet. Dus wij en de staat is ook internationaal verplicht om ook weer naar de inheemse gemeenschappen te gaan, om deze vraagstukken eerst in orde te maken. En dat weten wij ook. Dus we blijven deel van de actuele discussies, maar we maken ook duidelijk kenbaar waar onze standpunten zijn. En die worden ondersteund door die internationale vonnissen, door internationale afspraken die de staten maken. En we blijven dat voet houden. Ja, dat is de voorzitter van de DNA. Okay. Ja. En dat betrof hij alle aanwezigen? Dus niet specifiek van wie dat? Nou, het is de regering die nu bezig is met de wijzigingen. En hij geeft daar aan. Ik neem aan dat wij allemaal weten wie de regerende politieke partijen zijn. Ja, alstublieft. En mijn vraag aan meneer Kastelen is of u schetste met een heel klein stukje van hoe nu verder in dit proces. Daar van uitgeleider. Ik denk dat het gaat over.
Wat de strafzaak betreft, morgen gaat de strafzaak door. Is er een zitting, een vervolgzitting. En daarbij, ja, het is een openbare zitting. Ik zat even te denken van, wat kan ik zeggen, wat kan ik niet zeggen, maar het is een openbare zitting. Dus een deel van uw collega's die hier zijn, die waren ook aanwezig op die zitting. Dus ze weten dus dat op de laatste zitting wij een lijst hebben overhandigd van getuigen die wij willen horen. Omdat wij hebben vastgesteld dus dat er een aantal tegenstrijdige en onjuiste verklaringen zijn afgelegd bij procesverbaal. En als het goed is, ik kijk even naar mijn collega, op morgen moet dus een beslissing gegeven worden over eventuele toestemming. Ja, dus het Openbaar Ministerie gaat antwoorden op de zitting. In hoeverre zij akkoord gaan met de lijst van getuigen die wij hebben opgegeven. En op basis daarvan gaat de rechter dus een besluit nemen. Maar dat is dus het strafrechtelijk traject dat loopt. We hebben 3 civiele processen waarbij we de staat aansprakelijk hebben gesteld. Een van de zaken waarbij wij dus de nadruk hebben gelegd op de 4 slachtoffers, dus de 2 dodelijke en de 2 gewonden. Die zaak is redelijk ver. Nu is het in de stand waarbij de staat moet reageren op onze reactie. Dus we hebben een verzoekschrift ingediend. De staat heeft toen een antwoord gegeven. Wij hebben daarop een antwoord gegeven. En nu moet de staat weer op ons antwoord antwoorden. Een reactie geven. En bij ons antwoord, omdat bij het verzoekschrift, toen we dat verzoekschrift indienden, hadden we dit forensisch rapport nog niet. Maar we hadden wel kunnen reconstrueren op basis van verklaringen. Zowel van onze cliënten als van getuigen. In dat strafdossier hadden wij reeds kunnen construeren dat de mannen niet op de vlucht waren toen ze geschoten waren. En dus dat daarmee ook een aantal andere verklaringen in het dossier niet op waarheid berusten. Nu, gelukkig, in die tussentijd hebben we dus dit forensisch rapport gekregen, waardoor we dus in ons antwoord op het antwoord van de staat konden aangeven van u verhult zich achter een leugen, maar het forensisch rapport, of althans dit deel van het forensisch rapport, ontkracht uw positie, uw stelling. Dus dat is de ene zaak. Er zijn nog 2 andere zaken waarbij eentje gaat om de nalatigheid van de staat om het Kalinia en Lacuna vonnis uit te voeren. Wat dus geleid heeft, wat mede geleid heeft tot de excessen van 2 mei. En de derde is een waarbij een staatsfunctionaris, een hoge functionaris, dat was volgens mij al op 2 mei zelf, want 2 mei die rellen hebben plaatsgevonden in de hele vroege ochtend, maar dus later op de ochtend is er verklaard dus dat de mannen die zich hebben deelgenomen aan die rellen, die activiteiten daar, dat het dus ex-Tucayanas waren of kinderen van ex-Tucayanas. En dat daarmee dus eigenlijk gesteld, of niet eigenlijk, ze gaven aan, het was een terroristische actie gepleegd door de Tucayanas en kinderen van ex-Tucayanas. En die statement is publiekelijk gemaakt. Het is zelf ook herhaald in het parlement, als ik het goed heb. Maar nu weet ik het niet zo goed uit het hoofd meer waar het allemaal gezegd is. Maar die statement moet gerectificeerd worden. Omdat er geen enkele Tucayana betrokken was bij, althans de mensen die nu in beeld zijn, want wij weten ook niet precies van waar het allemaal komt, maar de mensen die in beeld zijn, die hebben niets met Tucayana te maken. En
de actie heeft ook niets met terrorisme te maken. En internationaal rechtelijk is dat ook aangegeven, dus dat onderdrukte volken niet zo simplistisch tot terreurgroepen mogen worden gereduceerd. Dus dat is die derde vordering. Maar van die twee laatste vorderingen die ik net aangaf, daar moeten we nog een datum krijgen voor de eerste behandeling. Meneer Kastelen, ja. Ik ben geen jurist. Kan ik zeggen dat deze mannen, de twee mannen die daar lagen, de boel lagen, gewoon weerloos en weergeschoten, terwijl het vermoord, of is het nog te ver? Dat is dus in feite wat dit rapport zegt. Dus ze waren toen niet geboeid. Dus dat staat niet in die... In dat rapport, dat ze geboeid waren. Maar in elk geval staat in die verklaring dat die mannen de meest aannemelijke, er zijn een aantal scenario's uitgewerkt. Ik neem aan naar aanleiding van de verklaringen in het dossier. En er is afgestreept, dus weggestreept. Dit kan het niet zijn, dat kan het niet zijn. Ze waren niet op de vlucht, ze zaten niet in een auto als schietend. En de meest aannemelijke is dat ze op hun buik lagen en één van ze was geschoten in zijn bovenarm. En op grond daarvan heeft de arts ook vastgesteld dus dat die persoon, die ene, waarschijnlijk ook op zijn buik lag met zijn armen gestrekt vooruit. Dus in die houding lijkt het me ook heel moeilijk om te proberen te schieten op de politie. In het andere geval gaat het om een... is er ook vastgesteld dus dat vanwege het feit dat in de mond van het andere slachtoffer reeds maden-eieren gelegd werden, dat ze die mannen heel lang hebben laten liggen in die situatie, die hulpeloze situatie. En de arts heeft vastgesteld dus dat hij niet dood hoefde te gaan indien er medische hulp was geboden. Dan gaan we de pers afsluiten. Ik wil eigenlijk aanzetten voor de aanwezigheid. Dank je wel. Dank je. Dank je.